Een plugin waarbij je chat kunt wissen, de MOTD kunt aanpassen, een join-berichtje hebt en nog zoveel meer met bijvoorbeeld ook commando's kunnen blokkeren. Deze plugin, die kan dit. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de plugin Sky Messages, Auto Message, Announce, CC, MOTD en zoveel meer. Met deze plugin kan je een hele hoop doen. Je kan berichten verwijderen, je kan autoberichten laten sturen, je kan spelers waarschuwen en zoveel meer wat ik ook op het hele begin heb gezegd gehad. Nu, deze plugin is eigenlijk soort van aangevraagd geweest op mijn Discord, namelijk door Martijn11. En hij had naar mij gestuurd gehad van Sky Messages, zou je daar eens een keertje een tutorial over willen maken? Want hij zelf gebruikte dat redelijk veel en vond het misschien interessant om het eens een keertje te laten zien, ja, aan jullie. En daarom ben ik hier vandaag met deze plugin Sky Messages. Nu, de naam zelf van de plugin vertelt eigenlijk niet echt wat de plugin is. Ik dacht eerst Sky Messages, berichten in de lucht. Zoiets, dat is het totaal niet. Het is eigenlijk een mengeling van allemaal andere soorten plugins in één gegooid. Dus dat doet Sky Messages. Nu, wat doe je? Je klikt erop het Download Now knopje. Je kan spelen van versie 1.8 tot versie 1.12.2. En deze plugin is gemaakt door Skyvox. Nu, ik speel op versie 1.12.2, dus je plaats je plugin daarin en dan gaan we eens een keertje naar de server. Oh ja, wil je zelf plugins aanvragen? Geef ze als een reactie hieronder in bij de video of klik op het link hieronder naar mijn eigen website waar je zelf aanvragen kunt inzenden. En vanaf na deze video ga ik alle nieuwe inzendingen bekijken en ga ik eens een keertje kijken voor de alle volgende tutorials van plugins. Oké, we gaan een keer een kijkje nemen op de server, dus ik ga op mijn server en eigenlijk het eerste wat we te zien gaan krijgen is het volgende. Als we op de server komen krijgen we plus Yancy 1996. Alle rest is met behulp van Essentials, maar deze plugin heeft dus ook de mogelijkheid om een eigen custom join berichtje te geven. Nu, Essentials heeft het zelf ook wel. Nu, voor de rest zijn er eigenlijk heel veel verschillende commando's en dat is eigenlijk het enige in deze hele plugin, de verschillende commando's. Dus de eerste commando dat we hebben, oh wauw, ik wist zelfs niet dat ik een hoedje op had. De eerste commando wat we hebben is als volgende Claire Chat. Claire Chat gaat de chat gaan leegmaken. Zoals je dus kunt zien, zijn er heel veel spaties of ja, heel veel lege zinnen geplaatst. En zodat onze chat leeg is gemaakt. Dus we kunnen de chat leegmaken. Heel handig. De volgende is eigenlijk iets wat niet heel goed werkt met deze plugin. Maar het zou normaal gezien moeten werken. En dat is Auto Message en dan Admin. Met Auto Message Admin krijgen we de administratorcommando's van Auto Message. En Auto Message is automatisch berichten verzenden. Auto Message Admin, daar kunnen we eigenlijk het maximum aantal. Hier staat dat het maximum spelersaantal gaat aanpassen dat kunnen joinen op jouw server. Ik heb dit geprobeerd met dan max en dan een aantal op te geven, want dit is nooit gelukt. Dit heeft eigenlijk nooit iets aangepast in de config-file en werkt eigenlijk ook niet. Het volgende commando is namelijk de AutoMessageAdminReload en dit gaat de plugin volledig gaan herladen, maar dat ga ik nu niet gaan doen. Dan hebben we het volgende commando en het volgende commando is /shout. Met /shout kunnen we een berichtje gaan zenden doorheen de hele server. Dus we doen /shout, ik wou iets heel anders zeggen, sound, /shout en dan kunnen we bijvoorbeeld een tekst gaan zetten, bijvoorbeeld tekst. En dan zien we dus my server tekst. Trouwens, die My Server kan je volledig aanpassen naar wat jij wilt. Nu, ik denk dat Essentials ook een broadcast zelf heeft ingebouwd, dus ik denk dat je Essentials broadcast ook kunt gaan gebruiken. Maar zo kan je dus rondom de hele server een berichtje gaan sturen. Nu, vervolgens zet er ook nog Shout Titel. Nu, ik heb dit zelf al geprobeerd, maar alle titels in deze volledige plugin werken niet. En ik heb gekeken gehad in de reacties en ik heb gelezen gehad dat hij het ging oplossen, maar het is sinds vorig jaar augustus en het is niet meer geüpdate geweest. Dus de shout titel en dan een bepaalde tekst werkt jammer genoeg niet. Er komen geen titels in het scherm. Of ik moet iets grandioos verkeerd hebben gedaan in mijn instelling. Het volgende commando is /warning. En met warning, dat is eigenlijk niet iemand waarschuwen, maar dat is een waarschuwing door de hele server geven. Bijvoorbeeld warning, de server gaat uit. En dan ga je dat te zien krijgen in het volledig vet gedrukt rood. Warning, de server gaat uit. En zo heb je dus een waarschuwing in de wijde wereld geshoutout, zodat iedereen weet van oei oei, de server gaat uitgaan, ik moet van de server afgaan. Het volgende commando is wel om iemand te gaan waarschuwen en dat is het commando /warn.
Met slash warn kunnen we dus iemand gaan waarschuwen. Warn, speler en dan de waarschuwing. Dus warn mijn eigen. Ik ga bijvoorbeeld mijn eigen eventjes gaan waarschuwen, omdat ik maar helemaal alleen ben op de server. En bijvoorbeeld zot. En dan krijgen we eigenlijk you warned, Jensen1996. En dat komt dan, en dan komt er iets wat ik heel gek vind. Er komt gewoon zot in te staan bij de tekst. Dus ik weet niet als ik dat nu te goed met heb gekregen, als dit zo wordt getoond. Dat weet ik niet. Maar ook weer, de titel werkt... Hallo? De titels werken wel? Ik heb gisteren een half uur tot drie kwartier de volledige plugin zitten testen. Geen één titel ooit gekregen. En nu ga je mij zeggen dat de titels in één keer wel werken. Hoe... Wacht. Test. Komt er niks in mijn beeld? Ik snap het niet. Maar dan kom ik naadloos bij het volgende commando en dat is, heeft iets te maken met dit berichtje. Hey Jens1996, dit is een example message, wat je ook volledig kunt aanpassen. Maar dat leg ik straks uit in de config files. Nu, dit is een auto berichtje. Een automatisch bericht. Dus als we eventjes auto... Hallo? Eventjes auto message typen, dan krijgen we het hele, alle commando's van de heel auto message. We kunnen auto message aan of uitzetten en we kunnen het aan of uitzetten per speler. Het staat standaard aan, maar in de config-file kan je ook nog instellingen aanpassen. We hebben hier het standaard aan bij een speler, of ja, gewoon aan bij een speler, uit en uit bij een speler, en dan de admin help waar we daar straks al naartoe hebben gekeken. En je kan ook AM of AMA gaan gebruiken. We hebben daar juist al shout en warning gehad, maar we hebben ook nog een announce. Dat is eigenlijk een melding, je gaat een melding doen, dus we kunnen ook een announce gaan doen. En met ons announce kunnen we eigenlijk een berichtje gaan rondzenden, ook weer op de server. Bijvoorbeeld announce, maar dit is wel een beetje specialer, bijvoorbeeld announce test, dan krijg je dit te zien. We krijgen een lege zin, dan de tekst en dan weer een lege zin. Dat is dus die announcement. Je gaat dus eigenlijk echt een plaats, een privéplaats gaan creëren met jouw zinnetje tekst van hey, hier komt een melding. Nu, het volgende is eigenlijk bijna hetzelfde als announce, maar dat is eigenlijk slash broadcast. En met broadcast kunnen we ook een berichtje gaan zenden. Als ik nu bijvoorbeeld hier test doe, dan zie je dat er geen lijnen tussenin zitten, geen witte lijnen, maar wel een gekleurd. Dus we hebben nu vier verschillende soorten gezien. We hebben dus de broadcast, de announce, de warning en de shout. En dat zijn vier verschillende dingen die je kan gebruiken met deze plugin. En ook weer met de titel, maar om een of andere reden werkt het voor de helft maar. Dus ik denk dat er iets in de config files dat we nog moeten aanpassen. En dan hebben we nog het laatste commando wat eigenlijk het meeste bevat en dat is slash fake. Met slash fake kunnen we valse berichten gaan zenden. Namelijk met slash fake en dan bijvoorbeeld op en dan de speler, dan krijgt deze speler een vals berichtje met je hebt nu op. Oftewel kan je ook die op. Of je kan ook join doen, wat ik eigenlijk een beetje ondoorzond. Heel veel plugins hebben dit. Fake join, dan kan je doen alsof dat die speler gejoined is. Quit, alsof dat die weg is. We hebben ook ban, en dat vind ik wel eentje van de betere. Als we ban typen, dan zien we you will be banned in some seconds. Je gaat verbannen worden in een bepaald aantal seconden. We hebben ook fake GM, dat is namelijk heel eenvoudig onze game mode. Dus ik kan bijvoorbeeld onze ban aanpassen naar game mode en dan bijvoorbeeld 1. Dan zien we dus, your game mode has been updated. En ik denk, als ik 2 doe, ja, your game mode has been updated. Dus volgens mij, de game mode moet echt volledig zijn. Nee, het maakt totaal niet uit, het moet gewoon een game mode mee hebben. En het laatste vind ik de beste, dat is eigenlijk slash fake slap. Slash fake slap, en dan de spelernaam gaat het volgende doen. Het gaat bliksem op je afvuren en jou helemaal in de lucht vuren met wait, I can fly. En dan hebben we nog fake reload om dat nog te herladen. Nu, dat waren eigenlijk alle verschillende commando's. En dan ga ik nu eventjes overgaan naar de config file. Oh ja, trouwens, er zit ook nog een dingetje bij dat je commando's kunt blokkeren, maar daar kom ik zo dadelijk bij. Als we op onze map zitten, dan kunnen we naar de plugins map gaan en dan hebben we hier ergens staan Sky Messages. Hier hebben we drie verschillende bestandjes en ik heb deze al eventjes open gedaan met behulp van Notepad++. We hebben als eerste het eerste mapje, dat is Messages.iml. Dat zijn eigenlijk alle verschillende automatische berichten die telkens getoond worden. We hebben als eerste de tijd, dat is dus hoe lang een titel in het beeld moet komen. Nu, deze titel werkt om een of andere reden wel en dat vond ik best gek dat deze dat wel deed, ook al stond dit eigenlijk uit, volgens mij. Volgens mij is dit tevoorschijn gekomen. Maar hier hebben we ook nog de titel message en dan ook nog de subtitel message. Dus we kunnen hier het berichtje gaan inzetten. We kunnen ook een titelbericht meegeven en de subtitle message van dat op jouw scherm komt. Dus dat zijn eigenlijk alle verschillende titels die vanzelf gaan komen met de auto message. Dan hebben we de fake.iml, dus dat zijn de valse berichten. We hebben als eerste alle verschillende berichtjes die je zelf kunt opgeven en zelf kunt aanpassen naar bijvoorbeeld het Nederlands. Maar dan
hebben ook het heel helpmenu, wat je ook kunt omvormen naar het Nederlands. Maar je kan er geen extra aan toevoegen. En dan hebben we de hoofdconfigfile. Jammer genoeg is de hele commentaar ertussen uit, want standaard zit er commentaar tussen. We hebben als eerste de insufficient permission. Moet je eventjes kijken. De insufficient permission is als je, dat je eigenlijk geen permissies nodig hebt. Dus als je, nee, dat is als je geen permissies hebt. Oeh, het is een lange dag geweest. Dan hebben we offline player, dus dat die speler niet online is. Reload als je hebt herladen. Auto message settings. Dat zijn alle settings van je automatische berichten. Bijvoorbeeld, moet het starten voor iedereen? Dit zijn eigenlijk gewoon alle berichten. Dan hebben we hier de type, random. Dus hij gaat gewoon random gaan kiezen tussen deze berichten. Tijd van de berichten staat op 300. Volgens mij op 300 seconden, want het duurt vrij lang eer dat er pas een bericht is. Wanneer moet het aangaan? Wanneer moet het uitgaan? Ze raden af om dit op toe te zetten, dat het uit wordt gezet wanneer je er afgaat. En wanneer de server start, wordt ook alles gestart. En het volledig helpmenu. Auto message admin, dat is ook alleen maar het helpmenu. Warning, dat is dus als het warning commando moet aanstaan, kan je hier uit of aanzetten. En dat is dus het warning berichtje in de server. Net hetzelfde als shout, broadcast, announce. Allemaal hetzelfde, maar hier kan je dingen gaan aanpassen. Warn, dat is dus hoe je een speler kunt warnen, dus hoe je deze kunt waarschuwen. Blocked comments, dat zijn de verschillende commando's die geblokkeerd zijn. Dus hier kan je commando's gaan inzetten die geblokkeerd moeten worden. Dus die kan je hier aan toevoegen met dan hier die slash example comment. De MOTD, die staat standaard uit. En die kan je wel opzetten, dus door hier toe te zetten. En dan gaat hij de MOTD gaan aanpassen. Dus als ik dit eventjes op toe zet en de plugin ga herladen. Ik heb eventjes de server volledig herstart om geen problemen te krijgen. En hier zien we, welcome to my first server, this is the second line. Dus dat is de MOTD die je makkelijk kunt aanpassen met behulp van deze plugin. Maar er is een veel betere plugin die ik ooit eens heb uitgelegd die dit kan. Oké, dan hebben we als volgende de clear chat message. Dat is eigenlijk een berichtje dat als je je chat leegmaakt. En join en quit kan je ook nog opzetten als je dat eventueel wilt. Maar, dan zijn we eigenlijk op het heel einde van deze video gekomen. Of ja, wacht, er is nog een klein dingetje. Dat is deze, de permissies. Dus deze permissies moet je... Ah, de honden van de buren zijn wel bezig. Sorry voor het achtergrondgeluid. Maar dit zijn dus alle verschillende permissies die je aan spelers kunt geven om de commando's te kunnen uitvoeren. Nu, wat vind ik dus zelf van deze plugin? Het is een beetje een mengeling van alles door elkaar. Dus zelf vind ik het niet zo'n hele goede plugin. Het is een mengeling. Maar we zijn dus op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geef dan een duimpje omhoog te doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet heel eventjes dat bellicoontje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!